Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En vandaag hebben jullie bepaald dat we een opdracht opnieuw moeten uitvoeren. En wij hebben gekozen voor Rollercoasterwiel 2.0. Yes! We moesten voor jullie de opdracht beter en leuker uitvoeren. Ja, en hoe doe je dat dan? Nou, dan pak je gewoon de grootste achtbaan van de hele Benelux, namelijk de Colnayer. We hebben natuurlijk weer heerlijke gerechten om te eten in de achtbaan. We beginnen met de erwtensoep als voorafje. Daarna was hoofdgerecht de macaroni met saus en kippenvleugeltjes. Als toetje aardbeientaarten, we hebben er genoeg. Met zoveel slagroom als je zelf wil. En tussendoor hebben we nog een glaasje chocomelk. Heerlijk. En omdat we weten dat we smerig worden, hebben we natuurlijk wel een passend outfitje nodig. Wow! Hoe doen we dat, hè? Ongelooflijk. Laten we snel naar de achtbaan gaan. Normaal gesproken mag je natuurlijk niet eten in een achtbaan. Maar omdat wij van StukTV zijn, mag het voor deze ene keer wel. Ja. Ik ben echt benieuwd hoe ik er trouwens uitkom. Nu heb ik nog hele mooie witte kleren. Ik denk vies. Ja, dat denk ik ook. Oké. Ik zit en met eten in de achtbaan. Ik heb een koksmoes. Of die er niet uitziet. Je ziet er echt niet uit. Ik zeg, nee. Je plaatje kan compleet. Wij kunnen gaan. Oh fuck, is het hoog? Oh kut! 4 uur kuppensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Shut the fuck up. Ik heb het idee dat ik heel erg smerig ben. Thomas, jij mag de rit ervaren, want jij mag het hoofdgerecht gaan doen. Het ziet er wel echt lekker uit. Kippetje, ja. Macaroni, macaroni, beetje kaas. Wat wil je nou nog meer? Voorin, hè? Ja. Oké, okay, let's go jongens. Wow. Hoi. Hoi. Echt smakelijk. Misselijk, ouwe. Ik stop er even mee. Ik ben mijn bordje ergens verloren. Wij waren zo vet, want op een gegeven moment vind je gewoon een soort vrije val. En dan zie je gewoon het eten zo stil hangen. Zo. Woef. Dat was echt heel vet. Stefan, gaat het? Ja, volgens mij is Stefan een beetje vol. Maar ik ga nog even door voor het nagerecht. En wat eet je dan als toetje? Een aardbeientaart. En wat denk je? Denk je dat dit beter gaat dan de macaroni? Ja. Pas op de taart! Goed en ik heb een taart opgegeten. Ja. Ik heb er wel zin om iets te gaan drinken, jongens. Chocomel? Ja, lekker. Ja.
Had je last van mij? Ik kreeg al een beetje shock op mijn gezicht, ja. Sorry. Geef niet, jongen. Ja, bij mij valt het in ieder geval een beetje mee, maar ja, iemand moet de lul zijn, hè? Oh, ik wil shock hem out uit de fucking neus. God, holy shit. Oké. Nou, dat was leuk. Nou, dat was hem dan, hè. Dat was hem dan, hè. Tot volgende week. Dat zit erop. Doei.